Sam, duidelijke nederlaag. Wat kun je hier nou van leren? We learned that it's about being sharp. It's about being aggressive. It's about being smart. You turn the ball over 20 times on the road, you do not give yourself a chance to win a basketball game. And that was the story of the game. We didn't get enough shots at the basket. We turned the ball over too many times. Ja, die start was niet zo lekker, hè? 5 turnovers in de eerste 2,5 minuut, geloof ik. Dat is niet hoe je zo'n wedstrijd wil beginnen, natuurlijk. And the frustrating part about it is these are the things that we prepared for. We understood how they would play defense. We understood how they would come out. And if we were strong with the ball, we could have picked them apart like we did in the fourth quarter a couple of times. We could have picked them apart like that in the first quarter. Again, I don't think we came out with the proper focus. We were aggressive. We were sharp defensively for a while there. And then we just broke down. 84-64, dat waren wel duidelijke cijfers. Ja, klopt. We hadden weinig in te brengen. Eerste helft konden we nog een beetje bijblijven, maar toen hadden ze op een gegeven moment een run van 12-0. En kwamen achter en we hadden vanaf het begin af aan moeite met die dubbelteaming onder het bord. En de spacing, daar moeten we aan werken. Dubbelteaming op Ty Westley bedoel je dan? Ja, klopt. Niet alleen op Westley, het was op elke post. Ook op Ralf en Arts. En we moeten wat beter daarmee om leren gaan. Want we hebben het zowel als tegen Matrix als tegen Groningen hadden we daar moeite mee. En nou weer. En nu gaat het een beetje in ons hoofd zitten en dat is gevaarlijk. Jullie waren gisteren al in Frankrijk en beginnen ongetwijfeld met de beste intenties aan deze wedstrijd. Maar als ik goed heb geteld, 5 turnovers in de eerste 2,5 minuut. Hoe kan dat? Is dat scherpte of dwingen zij dat af? Ja, dat is wat ik net zeg, dat die dubbelteaming, daar hebben wij moeite om daarmee om te gaan. Spacing is niet goed. Dat inhoudt dat wij op de verkeerde plek staan op het moment dat die dubbelteaming komt. En dat is gewoon iets waar we aan moeten werken nu. Marcel, we stonden in het tweede kwart één keer een puntje voor, geloof ik. Maar heb jij ooit het gevoel gehad te kunnen stunten vandaag? Nou, kijk, het begon gewoon ongelooflijk slecht met al die turnovers. Dan wordt het moeilijk. Dan vecht je jezelf terug en denk je, nou, we hebben gewoon een goede kans om te winnen. Want ik bedoel, we stonden wel slecht te spelen zelf. Het is niet dat zij zo geweldig waren, maar ik hoorde gewoon zoveel ballen onnodig weg. En dan wordt het gewoon al moeilijk. En we hadden gewoon zoiets, ook nog in de rust, als we daarmee stoppen en gewoon normaal gaan spelen, wat we ook kunnen, ja, dan hebben we gewoon kansen. Maar ja, de tweede helft die was niet beter dan de eerste. Normaal spelen, dat is even weg de laatste tijd. Hè? Waar zit hem dat in? Ja, ik weet niet, geconcentreerder, ik weet niet wat het is. Ik bedoel, het is gewoon heel moeilijk spelen als je gewoon de bal niet hebt in de aanval. En zij gewoon, 20 keer ongeveer of zo, gewoon de bal krijgen uit turnovers. En dan de keren dat je verdedigt, gaan ze ook nog te vaak naar het midden. En helpt ook niet echt. Maar desalniettemin, het kwaliteitsverschil en het verschil in het atletisch vermogen is vrij groot. Zo'n heel idiote uitslag is dit toch ook weer niet? Als je kijkt, ook dat Dijon doet mee in de Franse bovenste regionen. Wij zijn maar een Nederlands clubje. Nou ja, dat is in theorie misschien waar. Maar in de praktijk is het gewoon, als je gewoon kijkt hoe zij spelen, is het niet dat zij zo geweldig zijn. En ik heb gewoon het idee, niet dat zij gewonnen hebben, maar dat wij gewoon de wedstrijd weggegeven hebben.